Dames en heren, jongens en meisjes, jullie willen mijn gezicht niet zo groot zien. Nee, daar wordt niemand gelukkig van. Nee, wat we vandaag gaan doen is F1 Mobile spelen. Natuurlijk heeft dat ook wel een beetje te maken met Max Verstappen. Wat een legend is Max Verstappen. Echt niet normaal. Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik zelf helemaal niet zo heel veel heb met racing sport. Maar ik vond het wel prachtig om te zien hoe Max Verstappen had gewonnen. Ik weet niet. Toch? Ondanks dat je het niet echt heel erg volgt. Jongen, ik ging helemaal last toen, die man. Ja, het was echt heel erg ziek. Maar ik dacht, weet je wat? We gaan een keer F1 Mobile spelen. Want dat spel is al best wel een tijdje uit. En ik heb wel eens comments gezien of voorbij zien komen dat ik dit spel moest gaan spelen. Dus ik dacht, weet je wat? Nu is het gewoon een perfect moment om het een keer te gaan doen. En gewoon eens kijken hoe het speelt en wat je allemaal kan doen. Ik heb al eventjes een kwartiertje, half uurtje gespeeld. Zodat ik een beetje weet hoe het speelt. Niet dat ik gewoon begin en dat ik geen idee heb wat ik moet doen. Dus ik heb al een klein ideetje hoe het speelt. En het is een goed spel. Ik vind het echt nice. Dus ja, laten we maar gewoon lekker gaan spelen. Maar voordat we gaan beginnen, doe even dat duimpje omhoog. 2 of 3000 likes zou super tof zijn als dat gaat lukken. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf je op de hoogte van al mijn leuke mobiele game video's. En check natuurlijk bouws.nl voor je bouwzuimenkleding. Tot het eind van het jaar in de aanbieding. Dus misschien, als je het nog wil kopen, even het checken waard. Maar laten we maar beginnen. En jullie zien meteen al mijn coole auto, jongen. Deze heb ik zelf gemaakt. Want je kan zelf je auto customizen. Ik heb verschillende auto's, maar ik had nu deze even. Ik vind deze op zich wel grappig, dus deze heb ik zo gemaakt. En je kan ook je setup veranderen. Dan kan je natuurlijk upgraden. Ik ben net begonnen, dus ik heb nog niet echt een goede auto. Maar hoe verder je komt, hoe beter je auto kan maken, waardoor die sneller wordt. En uiteindelijk kan je dus bij de top komen, maar ik zit nu in League 8. En dat is nog niet heel erg hoog. En hoe verder je komt, hoe betere rijders je kan vrijspelen en dergelijke. Dus dat is mooi. Ik heb trouwens een nieuwe rijder vrijgespeeld. Oké, dan gaan we daar even mee spelen. Joran Bouws tegen Mick Schumacher. Dat is de zoon van Michael Schumacher, als ik het goed heb. Dan gaan we even kijken of ik die kan verslaan. En dan krijg je dan een reward. Misschien dat je dan vervolgens iets krijgt. Maar dan gaan we spelen. En ik heb trouwens mijn besturing ingesteld dat ik zeg maar zo moet racen. Dat vind ik persoonlijk eigenlijk leuker. Want je kon ook instellen dat je zeg maar gewoon met knopjes kon sturen. Maar ik weet niet. Ik vind het cooler om zo te sturen. Dan heb je echt net het idee alsof je zeg maar echt aan het racen bent zelf. Dus dat is leuk. Oké, 3, 2, 1. En vanaf nu moet ik zelf sturen. Oké, dan gaan we, dan gaan we, dan gaan we, dan gaan we, dan gaan we. Het zal wel baas zijn. Trouwens, dat remmen. Oh, dat ging nog maar net goed. Dat remmen, dat doet hij een beetje automatisch. Maar af en toe moet je het ook zelf doen. Oké. Kijk, hier remt hij al iets automatisch. DRS-zone incoming. Dan kunnen we weer iets sneller gaan racen. Maar ik moet deze eventjes gaan winnen. Gewoon voor de kijkers. Gewoon voor iedereen. Voor mezelf. Het scheelt wel dat ik al even een paar potjes heb gedaan. Want als ik de eerste keer dat ik dit deed, dan ging echt niet goed. Oké, DRS is ingeschakeld. Dan gaan we net wat sneller. Dan moet je even op die knop drukken. En dan hebben we al behoorlijk wat voorsprong volgens mij. Dus dat is wel even lekker hoor. Het is een goed begin. We zitten nog steeds voor Schumacher. En daar heb je de finish, zo meteen. Maar we moeten volgens mij 3 rondjes doen. Oh nee, 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 het is gewoon 1 rondje. Dat S1, S2, dat zijn de sectors waar je in rijdt. Dus we zitten nu in sector 2. En we moeten dus proberen gewoon dit rondje te winnen. En als we dit rondje winnen, hebben we gewonnen! Oh joh, die tegenlicht, dat is echt niet normaal. Je ziet gewoon bijna niks door de zon. Ik zie de lijn nog maar net. En, oké, hier heb ik een beetje de lijn verloren. Ja, nee! Oké, het gaat nog goed genoeg. Het gaat nog goed genoeg, het gaat nog goed genoeg. Oh, sector 3 is nu, dan kunnen we weer DRS aanzetten. En dan kunnen we even het laatste stukje doen. Volgens mij, dit laatste stukje is niet zo heel lang. Volgens mij ook iets in de 30 seconden of zo. Want ik had deze map ook al... Oh, dit ging niet goed. Ik had deze map net ook al een keertje gespeeld. Maar oh, daar ging ik een beetje door het gras. Dus iets tijd verloren, dus dat is jammer. Maar dit gaat nog goed. Ja, gaan we hier even mooi door die bochtjes heen. En dan komen we al richting de finish. Ik wil trouwens zo meteen ook nog even een race doen met allemaal anderen erbij. Dan gaan we eens kijken of we ook op die manier kunnen winnen. Maar dit potje heb ik gewonnen. Let's go. Dan ben ik benieuwd wat ik ga krijgen. We hebben gewonnen van Mick Schumacher. En wat is de reward die ik nu ga krijgen? Ik ben benieuwd. We hebben een helm gekregen en we hebben een doos gekregen. En uit die doos kan je onderdelen krijgen voor je auto om je auto zeg maar te upgraden. In race helmet op zich wel lachen. En we krijgen head disper wheel rims. Ja, ik heb geen idee wat al die dingen doen. Maar dit is dus de doos die ik heb gekregen. Dan kan ik deze zo meteen gebruiken voor mijn auto. Dus dat is op zich wel nice. En die kan ik dus upgraden waardoor mijn auto beter bestuurbaar is. Dus dat is op zich wel nice. En we hebben ook
2021 TR car. We gaan even kijken zo meteen wat ik hier allemaal mee kan. We gaan het zien. Setup. En als het goed is kan ik dus nu upgrades doen. Dat kan ik inderdaad. Ik heb volgens mij nog wel wat van die punten waarmee ik die upgrades kan doen. Kijk, hij ging van 23 naar 33 mijn brakes. Dus dan kan ik net wat beter remmen. En dit is voor zeg maar je sturen. Nu gaat hij achteromhoog. Dus dat is ook nice. Oh, dit is wel echt nice. Ik vind het wel echt een leuk spel. Nu al, terwijl dat ik er nog maar net mee ben begonnen. Laat me even weten in de comments of ik dit vaker moet gaan doen. Dit spel. Ik ben benieuwd wat jullie daarover te zeggen hebben. Maar ik ga even alle upgrades doen. En dan gaan we zo meteen even een echte race doen. Met anderen ook. Niet dat ik 1-1 zit. Is leuk. Maar dat we even een race doen. Gewoon tegen iemand anders. En hier heb je hier andere auto's? Categorieën? Hier heb je zeg maar allemaal auto's die je kan krijgen. Red Bull Racing, die is wel echt heel erg nice. Maar die kost gewoon 3000 van die coins. Ik heb er maar 40, dus die kan ik voorlopig echt niet kopen. Maar we kunnen trouwens nog wel zo'n box openen. Want ik heb toch 40 van die coins, weet je wat? Ik ga deze gewoon eventjes openen. Dan boost ik hem even, anders moest je 3 uur wachten. Dat hoeft dus nu niet. Krijgen we mooi wat tokens erbij. Maar het gaat mij vooral om die auto onderdelen. Waarmee ik mijn auto kan upgraden. Zodat die beter wordt, zodat die sneller wordt. Dus dat is mooi. Oké, die kon ik nu upgraden. Deze kan ik ook upgraden. En we krijgen in één keer een classic car erbij. Die auto's, die heb je ook nodig om je auto te kunnen upgraden. Kijk, bijvoorbeeld nu heb ik 4 van mijn auto's gekregen. Dan kan ik die upgraden. Dan krijg ik plus 3 power. Ik krijg alles gewoon een aantal pluspunten. Dus dat is wel echt heel erg nice. Dus mijn auto wordt langzamerhand beter. Ja, en op die manier kan je dus steeds je auto beter krijgen. Dus ik ben nu nog maar net begonnen. Dus zo goed is mijn auto nog niet. Maar hij kan natuurlijk beter worden. Ik zal deze ook upgraden. En dan heb ik al best wel wat van die punten uitgegeven. Dus ik weet niet hoeveel ik er nog heb. Maar in ieder geval, mijn auto wordt dan wel beter. Dus dat is mooi. Ik heb nog maar 150. 15 van die punten. Dus dat is niet zoveel meer. Maar laten we nu maar weer gaan racen. Ik heb hier trouwens opdracht voltooid. Oh, ik krijg hier vet veel dingen. Oh, nice. Dat had ik niet eens door. Ja, ik wist dat we hier opdrachten hadden. Maar ik had niet door dat we zoveel hadden voltooid. We krijgen hier een grote doos. Dat is ook nice. Dus dan krijgen we nog meer. We krijgen tokens, XP. We krijgen er van alles bij. En dan kan ik misschien zo meteen nog wat upgrades doen voor mijn auto. En dan moet ik de komende race wel winnen met alle upgrades die ik nu heb gedaan. Dat kan toch haast niet anders. We hebben ook weer allemaal auto's. Maar ja, ik moet een bepaald aantal van die auto's hebben volgens mij voordat ik hem dan daadwerkelijk ook kan gebruiken. We krijgen nu nog coins en tokens en XP. En verder... Oh, we krijgen nog meer auto-onderdelen. Ik dacht dat we dat niet kregen bij deze reward. Dus wel, dus wel. Dus dat is wel even chill. 2 keer classic car en we hebben nog meer rewards. We blijven maar doorgaan, jongen. Dit is echt niet normaal. En hier hadden we helaas geen auto-onderdelen uitgekregen. Maar dan ga ik mijn auto nog eventjes verder door upgraden. Oh, nee, dan moet... Oh, we zijn nog een level omhoog ook nog. Nice, dan krijgen we nog meer tokens. Ja, ik heb vet veel tokens erbij gekregen. En we zijn nog een level omhoog, dus krijgen we nog meer tokens erbij. Dus ik kan weer behoorlijk wat upgrades doen. Gaan we eens kijken, wat kan ik doen? Deze kan ik upgraden. Dan krijgen we wel min 18 erbij van deze. Want deze geeft 27 handling. Of die nou 18 handling. Nee, dat ga ik niet doen. Ik wil natuurlijk wel erop vooruit gaan. En op deze manier gaan we alleen erop achteruit. Hier gaan we er wel op vooruit. Dus ik ga deze aandoen. Dit is een blauwe. Dus die is zeldzamer dan die groene die ik nu heb. Inderdaad, ik ben behoorlijk op vooruit gegaan. En heb ik verder nog wat? Nee. En heb ik nog meer auto's? Volgens mij heb ik niet meer auto's. Nee, inderdaad. Meer dan dit heb ik niet. Maar is prima. Ik heb mijn auto behoorlijk geüpgraded, dus hij is een stuk beter. Laten we nu maar gaan spelen. En dan gaan we nu een gewone race doen. Oh, opperste concentratie. Daar gaan we dan. Oké, we moeten deze indrukken. En dan moeten we precies op het juiste moment loslaten en gas geven. Goed start. Ja, dikke prima, jongen. Oké, race tot de max. Daar is wel een Red Bull auto. Zou dat Max Verstappen zijn? Dan race ik hem gewoon langs, jongen. Oké, daar beukte ik trouwens iemand een beetje. Dus dat is jammer. Dit is altijd wel irritant. Oké, daar was heel veel contact. Ja, het is gewoon te druk. Het is gewoon te druk. Het scheelt dat de auto niet zo snel kapot gaat als in het echt. Als dit in het echt was gebeurd, dan lag ik nu al van de baan. Dan hadden we nu al een probleem gehad. Ik heb Hamilton trouwens achter mij gelaten. Dus dat is wel mooi. En ik denk inderdaad dat dat Verstappen is hiervoor. Ik moet even in de lijn blijven. Oh, daar was iemand achter mij die mij raakte. Nou, oké, ik blijf in de lijn. En dan probeer ik zo meteen in de DRS-zone... probeer ik hem langs te rijden. Dus kijken of dat gaat lukken. Maar dan moet ik wel in de buurt blijven. Want als ik niet in de buurt blijf... dan race ik het dan zo meteen ook niet langs. En dat moet natuurlijk wel. Oké, dit gaat redelijk. Ik wil sowieso in de top 3 eindigen deze ronde. Ja, want dat telt volgens mij als win top 3. Maar vijfde sowieso niet. Gaan we er nu langs kunnen rijden?
Ja! Ja! Ziek in de actie! Hoppatee! 2 in 1 keer! Oké, we staan derde. Die was echt heel erg nice. Dat wou ook nog maar net. Oké, top, 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 top. We hebben Verstappen achter ons gelaten. Het was inderdaad Verstappen die net voor ons reed. Maar ja, hij rijdt nu achter ons, jongen. Sorry, Verstappen. Daar gaat je wereldkampioenschap. Nee, jongen. Die heeft hij al binnen. Oké, maar de race is ondertussen bijna voorbij, want daar is de finish. Maar dan vind ik dat ik het prima heb gedaan. Weet je, ik begon volgens mij 6e of 7e of zo. Dat ik dan uiteindelijk 3e eindigt, vind ik goed genoeg, weet je. Je wordt natuurlijk ook langzamerhand beter in het spel. Maar ik vind het top. Ik vind het top. Het telt ook als win, want er stond ook winner in het scherm. Dus ik vind het helemaal nice. Maar laat even weten in de comments of jullie dit ook leuk vinden. En of ik dit vaker moet gaan doen. Ik ga trouwens die grote box even ontgrendelen. Moeten wel 8 uur lang wachten. Maar hey, als die eenmaal open is, hebben we mooi wat rewards erbij. Je kan trouwens maar eentje tegelijkertijd ontgrendelen. Maar laat eens weten in de comments of jullie vinden dat ik dit vaker moet gaan doen. En of ik misschien een keer een aanbieding moet kopen met een auto of zo. Ik ben wel benieuwd. Maar dat was dit echt. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baas. Als je dit nou een leuke video vond, dan weet ik 100 miljoen % zeker dat je video die hier staat ook wel leuk vindt. Nou, niet 100 miljoen, maar wel vrij zeker. En wat ook leuk is, als je hier drukt, dan kan je abonneren op mijn kanaal. Doe je mij een groot plezier mee. En dan check Bouwens uit mijn kleding op bouwens.nl. Nieuwe merch staat online. Dan word je echt lid van de Bouwens Army.